Ik wacht even tot uh, de minister Klaar is met zijn papieren. Ja. Uh, er is sinds mei, dus de afgelopen zes maanden, is er significante oversterfte te zien. Dus, uh, meer dan 5000 mensen meer gestorven dan de afgelopen jaren. En dat kan niet door corona komen. Want de coronadoden die geregistreerd zijn, dat zijn er 1200. Dus er blijft meer dan 4500 mensen over. Uh, die we niet kunnen verklaren, eigenlijk. Hè? Er is geen hittegolf geweest. Wat is de verklaring van de minister van Volksgezondheid voor deze oversterfte? De minister. Ja, ik heb ook gehoord wat u daarover heeft gezegd in, in eerste termijn. Maar kijk, wat je natuurlijk over oversterfte moet zeggen, is uh, uh, dat uh, niet politici daarvoor de berekeningen moeten doen. Dat moeten we echt overlaten aan, aan statistici. Uh, en die oversterftecijfers wijzen aan dat er veel oversterfte is geweest, helaas door uh, corona. En, en dat moeten we niet kleiner willen maken of willen bagatelliseren uh, om daarmee de ernst van het virus te ontkennen. Dat moeten we niet doen. We moeten de cijfers zien voor wat ze zijn en ook uh, overlaten aan statistici om daar uitspraken over te doen. En dan kunnen we niet heen om het feit dat de oversterfte door corona gewoon hoog is, helaas hoog is. is alleen geen... De heer Bodem. Het heeft dus echt geen bal te maken met mijn vraag. Ik heb het over het afgelopen half jaar. Sinds 1 mei van dit jaar tot nu is er oversterfte. En die oversterfte die is niet toe te schrijven aan corona. Want als we de coronadoden eraf halen, dan hebben we nog steeds dus significante oversterfte. En dat gaat om vele duizenden mensen. En dat kan ook niet komen door een hittegolf, want er is deze zomer geen hittegolf geweest. Wat is de verklaring die de minister van Volksgezondheid heeft voor deze oversterfte? De minister. Ja, Voorzitter. De heer Baudet kiest nu een uitsnede uit de cijfers, vraagt mij verklaringen die echt aan statistici zijn. Ik, ik zou u uh, in de volgende brief graag willen toezeggen dat we alles wat het CBS zegt over oversterfte en de verklaring daarvan, en alles wat het RIVM daarover zegt, om dat gewoon aan de heer Baudet toe te sturen. Dat is namelijk gewoon uh, uh, denk ik het recht van een Kamerlid om die informatie te krijgen, maar het is. Uh, uh, denk ik ook wel echt aan statistici om die uitspraak te doen, niet aan mij. Meneer Baudet. Nou ja, net deed de minister van Volksgezondheid wel een uitspraak over over sterfte. Namelijk dat hij daar bepaalde theorietjes over heeft dat dat iets met corona te maken zou hebben. Dus hij waagt zich wel degelijk aan interpretatie van data. Dus nu duikt hij een beetje. En het punt dat hij natuurlijk steeds de grote olifant, waar hij omheen manoeuvreert, dat is de bijwerkingen. De vaccindoden. En die zijn significant. De chronische ontsteking van de hartspier bij jonge mensen. Het Europees Bijwerkingenbureau heeft vastgesteld dat 15 op de 100.000 jongeren... Een chronische ontsteking van de hartspier ontwikkelt als gevolg van de vaccinatie. Het Amerikaanse bijwerkingenregistratiebureau heeft vastgesteld dat 16 op de 100.000 jongeren. een chronische ontsteking van de hartspier ontwikkelt als gevolg van de vaccinaties. Hoe reageert hij daarop? De kans dat zij dus die chronische ontsteking ontwikkelen. is een factor duizend groter dan de kans dat zij iets ernstigs krijgen als gevolg van corona. Reageer daar eens op, de minister. Allereerst over bijwerking. We hebben al sinds jaren dag LAREP en alle landen eh, die samenwerken in de Europese Unie hebben een bijwerkingeninstituut dat bijwerkingen registreert. In de gezamenlijkheid kom je zo tot de registratie van bijwerkingen. Met als conclusie altijd de beoordeling aan de Gezondheidsraad in Nederland. Elk land heeft ook weer een gezondheidsraad, en aan EMA, Europees. Om uh, over de effectiviteit en de nut uitspraken te doen. Uh, dat is heel erg complex werk. En de nut-risicoverhouding uh, bij de coronavaccins is echt op alle, fronten positief. op alle fronten positief. We hebben zeker in het begin zijn we hyper alert geweest uh, om daar waar een bijwerking optrad, waar we onvoldoende nog over wisten, om dan meteen ook in te grijpen. We hebben vele debatten ook hierover gevoerd. Er was ook veel kritiek over, maar dat hebben we allemaal gedaan om het vertrouwen in het vaccin hoog te houden. om daarmee uit te komen bij een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Kortom, registratie van bijwerkingen. en ook de conclusie die je daaraan moet verbinden. houden we hyperalert in de gaten. Dat is één. Twee is. Uh, wat, uh, uh, wat zou je bijvoorbeeld moeten zeggen over pericarditis. of myocarditis, een hartzakjeontsteking. Uh, of een hartspierontsteking. En daarvan weten we dat de kans dat je dat krijgt. Vrij eh, aanwezig is, eh, niet, niet, niet groot, maar vrij aanwezig is bij, eh, bij, als je een virusinfectie oploopt. Hè. Dus vaak is een virusinfectie de belangrijkste reden, de belangrijkste achtergrond van het krijgen van pericarditis of myocarditis. Maar het komt ook voor als bijwerking juist van vaccinatie. Nou, dat wordt dus betrokken bij een die door het EMA wordt beoordeeld. En komt eigenlijk in alle gevallen tot de conclusie dat dat niet opweegt tegen een enorme benefit, eigenlijk in alle leeftijdsgroepen, een enorme. Uh, 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 positieve verhouding van die nutrisicoverdeling uh, uh, voor alle leeftijdsgroepen. Uh, bij jongeren is daar natuurlijk heel goed naar gekeken, omdat jongeren op zichzelf genomen, gemiddeld genomen, een niet zo heel erg groot risico hebben op een ernstige infectie door corona. Uh, en dat daar wel aanwezig was, bijvoorbeeld deze bijwerking van pericarditis of myocarditis. Maar heeft de gezondheidsraad toen overwogen, ook de EMA heeft overwogen. Uh, het, het risico is weliswaar niet zo heel erg groot bij doormaken van een ernstige infectie. Maar het afgelopen schooljaar hebben er toch nog steeds 100 VO-leerlingen in het ziekenhuis gelegen. Pericarditis of myocarditis krijg je uh, vaker eigenlijk door het virus zelf dan door uh, het vaccin. Gaat doorgaans als vanzelf over en leidt zeer zelden tot echt een ernstige complicatie. Kortom, de nut verhouding is positief. Dan nog één, ja? één punt, voorzitter, want ik vind dat wel belangrijk. Kijk. Vragen die heel veel mensen hebben, die hier stellen ook en, en ook laten beantwoorden, is denk ik alleen maar goed. Daar zijn debatten voor, er zijn deskundigen voor om ons op dat punt ook de weg te wijzen. Waar ik wel heel veel moeite mee heb, voorzitter, dat is dat hier, hè, is toch de belangrijkste plek denk ik in heel Nederland, waar je, eh, waar je een podium hebt om mooie dingen tot stand te brengen of om heel kritisch te zijn in de richting van het kabinet, maar dat die plek wordt gebruikt om om misinformatie te verspreiden. We weten namelijk dat misinformatie leidt tot twijfels. En dat twijfels leidt tot uitstel van vaccinatie. En dat niet zelden, op dit moment ook, in het ziekenhuis mensen komen te liggen... die omwille van twijfels, om, om, om informatie die ze tot zich hebben genomen... die gewoon apert onjuist is, maar wel via het internet tot hen, tot hen is gekomen... dat dat aanleiding geeft voor het uitstellen van een prik... en dat dat aanleiding geeft tot het ziek worden en helaas tot ziekenhuisopnames. Kortom, nepnieuws is echt gevaarlijk. Echt heel gevaarlijk. En, en dat is de reden dat ik zoveel moeite heb ook met dit type, uh, dit type vragen. Hè? Continu de ernst van het virus, bagatelliseren, continu vaccins verdacht maken. Uh, ja, Dat leidt tot twijfel. Twijfel leidt tot uitstel van vaccinatie. Uitstel van vaccinatie leidt tot gezondheidsschade. Kortom, dat moeten we gewoon niet doen. Ja. Dank wel. Uw uh, laatste interruptie, uh, meneer Bodem. We, we, de, we hebben dezelfde zorgen over fake news. En u vindt dat ik daar. Uh, niet, uh, niet de verkeerde dingen moet zeggen. En ik vind dat u daar niet de verkeerde dingen moet zeggen. Dus door die vaccinatie te promoten, leidt dat tot heel veel gezondheidsschade bij mensen en heel veel ziekenhuisopnames. En heel veel mensen die dus met chronische uh, problemen zitten. Of met die overlijden aan die vaccinatie. En, en, en door dat hele, het, het slot, zeg maar, van het antwoord van de minister, verbloemt hij. Z zijn antwoord op mijn daadwerkelijke vraag. Namelijk dat hij zegt: Ja, nee, maar de kans is toch groter dat jonge mensen iets krijgen aan corona. De nutrisicoanalyse eh, komt positief uit ten opzichte van, de, van het nemen van vaccins voor jonge mensen. Maar die, die, die som die, die, die komt helemaal niet uit. Vijftien op de honderdduizend mensen. Er is geen sprake van dat dat soort aantallen jonge mensen eh, blijvende schade zouden oplopen door corona. Het is gewoon echt kolder. Dus wie, wie, wie verspreidt hier nou fake nieuws? Dit zijn gewoon de feiten. Dit zijn de feiten zoals dat door Europese en Amerikaanse bijwerkingenregistratiebureaus zijn naar buiten gebracht. Dan kunt u, kunt u wel heel, heel moralistisch doen over ja, je moet geen fake nieuws verspreiden. U verspreidt fake nieuws. U, u jaagt mensen met een kluitje in het riet. U, 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 u promoot. Die vaccins die voor heel veel mensen vreselijke bijwerkingen hebben, die niet effectief zijn voor het tegenhouden van infectie. U houdt ook de primaire ziekenhuisdata tegen. Ik ga zo meteen opnieuw moties indienen met dan die pro forma bezwaren ondervangen. Ik ben heel benieuwd wat u daarover zegt. Wij willen alle data zien. Maar als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, 85% van de coronadoden is dubbel gevaccineerd.